We gaan nu beginnen met een twister spelletje. We gaan niet met z'n allen in de spagaat liggen of andere dingen doen. We doen het een stukje makkelijker. Hè? Jammer. We hebben de actieve kamer opgestart omdat Van Rent al een aantal jaren reguliere huiskamers heeft voor eenzame kwetsbare ouderen. En we willen juist dat ouderen wat meer gaan bewegen. En vandaar dat de actieve huiskamer is ontstaan. Twee goeie. Twee raar. Ja. En hier kunnen ze een uur lang onder begeleiding activiteiten doen, sporten en ook de lunch. Gezamenlijk lunchen vinden ze onwijs leuk. Met het rechterbeen omhoog te blijven staan. Ik wist helemaal niet waar ik moest indenken van huiskamer met bewegen. Kijk, supergoed. Yes, maar ik ben wel warm gemaakt, want als je hoort dat ze ook buiten op de velden lekker bezig zijn, dan heb ik zoiets van toch wel eens een keertje meemaken. Het sportprogramma wordt verzorgd door twee studenten van de opleiding sportkunde. En zij proberen wekelijks een wisselend aanbod te doen. Dus vandaag is het helaas slecht weer, dus dan zijn we genoodzaakt binnen te blijven. Maar we hebben onlangs gepadeld. We zijn regelmatig op het hockeyveld te vinden. We gaan ooit eens om de Oosterplas wandelen. Boerengroentesoep met boerenballen. Als je gewoon lekker een beetje bezig wil zijn en met een stukje beweging bij en dan nog een lekkere lunch erbij, ja, ik denk dat je dan gewoon eens deze kant op moet komen. Een uur kletsen en dan een uur sporten en een uur eten. De combinatie is geweldig.